Het gaat goed met Klaas-Jan Huntelaar. Donderdag was hij even in zijn geboorteplaats Drempt om clinics te geven bij zijn oude voetbalclub. De spits die voor Schalke 04 speelt is momenteel in topvorm. Nou ja, het gevoel is goed. Ik, uh, ik speel natuurlijk ook alles. Uh, uh, dan is het gevoel sowieso al lekkerder dan als je uh, ja, maar gedeeltes van wedstrijden uh, speelt van een seizoen. Dus uh, uh, ja, dat is een stuk anders. Ja. Sinds een maand is Huub Stevens trainer bij Schalke 04. En dat bevalt Huntelaar goed. De samenwerking gaat goed. Ik denk dat we goed staan verdedigend. De laatste drie wedstrijden hebben we nul doelpunten tegen. We kunnen nog wel ietsjes beter naar voren toe spelen. En daar zijn we ook mee bezig om die volgende stap te maken. In dat teamproces, zeg maar, om te spelen. En, maar ja, verdedigend staat het, staat het zeker goed. Ja. In Nederland is de laatste jaren het beeld ontstaan dat Stevens een strenge trainer is. Maar dat ervaart Huntelaar daar niet zo. Streng is die uh, nog niet echt, vind ik. Uh, ik heb al die verhalen gehoord ook. Maar je moet het toch uh, zelf uh, uh, beleven en, uh, en meemaken, denk ik. En uh, tot nu toe valt dat uh, reuze mee, als je maar gewoon doet wat je gevraagd is. En, uh, uh, ja, we hebben een wedstrijd tegen Keizerslautern gehad. Uh, uh, daarna was die, had hij meer kritiek. En uh, ja, dat was ook duidelijk omdat we verloren hadden ten eerste. En ten tweede omdat. Uh, omdat we niet uh, uh, zo agressief waren als bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen, tegen Leverkusen. En dan, uh, ja, dan roep je dat eigenlijk, die kritiek ook wel een beetje over jezelf af. En uh, uh, ja, dan uh, mag men en moet men ook al hard zijn. Schalke 04 hoopt zich te plaatsen voor de Champions League. Momenteel staan ze derde met hun club en zou plaatsing er dus in moeten zitten. Nou, ja, Dat moeten we bewijzen natuurlijk. Je, je kan heel veel van tevoren zeggen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je, dat je op het laatste staat. En we moeten de, bij de eerste vier komen sowieso om, uh, om Champions League te halen. Dat is ons doel. Uh, sowieso Europees natuurlijk, voor de club is dat heel belangrijk. Maar Champions League is het mooiste, is het hoogste. Dus dan moeten we bij de eerste vier plekken komen. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik verwacht dat... Uh, dat we dat kunnen bereiken, maar uiteindelijk moeten we het over 34 wedstrijden doen. En er zijn er nu 10 gespeeld, dus dat is nog een beetje ver weg. Ook in het Nederlandse helftal doet Huntelaar het goed en heeft hij momenteel een basisplaats. Het EK van volgend jaar zomer kan het eerste grote toernooi worden met Oranje, waarin hij een basisplaats kan krijgen. En dat is iets waar Huntelaar naar hunkert. Dat is iets waar je als jonge jongen... Uh... Van droomt en, uh, en eigenlijk sinds dat je bij een profclub speelt, uh, dat het steeds een stapje dichterbij is gekomen. En op een gegeven moment uh, uh, merk je dat het, uh, het binnen handbereik is. En uh, ja, dan uh, ga je er natuurlijk helemaal vol voor. Op 15 november oefent Oranje tegen Duitsland. Een extra speciale wedstrijd, dus voor Huntelaar. Elke wedstrijd is belangrijk, uh, zeker voor een spits, omdat je elke wedstrijd wil, uh, wil laten zien. En uh, dus Zwitserland, uh, dat is de eerste. Maar Duitsland is natuurlijk leuk in Hamburg. Je speelt in Duitsland. Dus er zijn wat meerdere dingen die, die natuurlijk meespelen. En ja, het is altijd leuk om, om daar tegen te spelen. Het is een mooie wedstrijd Nederland-Duitsland.